Nou, volgens mij ben ik live. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Henk-Jan Geel en welkom in dit webinar over de Groenland Expeditie 2021. In het webinar heb je aan de rechterkant, even kijken of de goede kant op wijst, dus die kant op heb je een chat. En geef eventjes in de chat aan of je mij kunt horen, want mocht je me niet kunnen horen, dan moet ik nog iets aanpassen aan mijn kant, aan de instellingen. Nou, ik hoor Rutger... Check. Hartstikke fijn. Ik zet even mijn microfoon wat hoger. Misschien hoor je me dan nog beter. Jasper, horen wel, maar zien niet. Joh, dat is niet de bedoeling. Horen wel, zien niet. Dat is niet de bedoeling. Eens even kijken. Horen jullie mij... even kijken of jullie me nu zien. Zien jullie mij nu ook? Of horen jullie mij nu alleen nog maar? Ja, we zien je nu. Nou, dan... kan Ilonne, want die zag me vorige week ook, die kan in ieder geval zien dat ik naar de kapper ben geweest. Dit coronakoep is er vanaf. Horen en zien, Econ Hartog. Hey Econ, wat leuk dat je erbij bent. Gaaf, dat is ja, hele eer. Ik zou zeggen, laten we even kijken of ik met een video kan beginnen. En dan gaan we daarna met het echte webinar van start. Hoi, mijn naam is Henk-Jan Geel van Arctic Adventure. En ik sta hier op het midden van de Groenlandse ijskap. En achter me zie je waar we vandaan zijn gekomen. En ik sta hier aan het begin van ons tentenkamp. En ik daag je uit om ook mee te gaan om een expeditie te doen. Om de Groenlandse ijskap over te steken. 30 dagen lang, in afstand van ruim 500 kilometer. Of mijn honing met een slee achter je aan, of met een vlieger. Van het oosten naar het westen van Groenland of van het westen naar het oosten van Groenland. Of ik daag je uit om van het zuiden naar het noorden te gaan, een afstand van ruim 2000 kilometer. Afleggen met een vlieger, een echte expeditie, een once in a lifetime experience. Volledig zelfvoorzienend, je neemt alles mee, je zit in een klein internationaal team onder begeleiding van een professionele gids. Dus ga mee met een echte expeditie en steek de ijskap van Groenland over. Goed, nou daar gaan we het over hebben. En ondertussen lees ik in de chat mee en ik hoorde dat ik mijn eigen geluid moet uitzetten. Dus dat heb ik maar bij deze gedaan. Ik hoop dat het goed komt. Ik heb voor jullie een presentatie voorbereid waarin ik het een en ander uiteenzet over een expeditie over Groenland. En de presentatie is voor mij ook een houvast voor, voor vanavond. Ik denk dat we vanavond een klein uurtje bezig zijn. Want ik wil niet elementen vergeten. Ik wil gewoon dat jij de belangrijke informatie die bij een expeditie over Groenland komen, dat je die meeneemt. Dus ik ga ter plekke de presentatie openen. Even kijken of dat ook nog allemaal gaat in mijn scherm. Dat is hem. Goed, wat ga ik voor vandaag behandelen? Zoals je ziet, het is een hele hoop. Het is een kort introductie rondje van mezelf. Ik ga het hebben over wat is Arctic Adventure en waar staan wij voor? Ik vertel je ietsje over de expeditiemethodes, niveaus, maar ook over de COVID-19 maatregelen. Ook daar heb ik samen met mijn collega's mee te maken en hebben we maatregelen voor getroffen. Eén slide over Groenland, maar dan de belangrijkste dingen, namelijk welke expedities zijn er op Groenland? Wie zijn de gidsen die meegaan met de verschillende expedities? Wat zijn de deelname-eisen en wat voor mensen doen er nu mee aan zo'n expeditie? Wat zijn de persoonlijke voorbereidingen die je kunt treffen? Welke materialen zijn er? En dan sta ik heen aan het eind, sta ik zelf in beeld. Even kijken of ik dat kan verplaatsen. Nee, dat kan niet. Nou, dan moeten we daar maar aan wennen. Want daar staat nog een expeditieoverzicht. Namelijk, hoe ziet zo'n hele expeditie er nou uit vanaf het begin tot en met het eind in de echte uitvoer? En uiteindelijk vragen en antwoorden. De chat, ik lees hem mee. Dus mocht je ter plekke over een bepaalde slide een vraag hebben, zet hem gewoon in de chat. Achteraf kun je me natuurlijk altijd mailen, maar zet hem in de chat. Dan kunnen anderen daar ook mee lezen en dan kan ik daar antwoord op geven. Maar ik ga snel verder, want we hebben heel veel door te nemen. Dit ben ik, Henk-Jan Geel, 48 jaar. Ik kom uit Utrecht, ben getrouwd. Ik heb een zoon en deze foto is vorig jaar gemaakt op de IJsval, het begin van Groenland. Heel veel foto's van vanavond zijn van de expeditie van vorig jaar of van een aantal jaren geleden. Zijn gemaakt op Groenland. Maar dit ben ik ook.
In mijn element in de sneeuw. Dit soort spelen in de sneeuw, zoals ik het vaak noem. Doe ik al sinds mijn 20ste. Toen ik op scouting zat, gegaan met mijn vrienden, gingen we erop uit naar de Ardennen. En van kwaad tot erger. En uiteindelijk ben ik verzeild geraakt, onder andere op Groenland. En nu heb ik een eigen bedrijf, Arctic Adventure, waarmee ik mensen meeneem op verschillende niveaus. Naar Zweden, Noorwegen, maar ook naar Groenland. Kort over mezelf, want ja, ik kan uren ouwe horen over mezelf. Maar we gaan ook hebben over de expedities en over Arctic Adventure. Waar staat het bedrijf Arctic Adventure voor? Het bedrijf waarvanuit ik al de expedities organiseer. Kort en krachtig. Het staat voor echt, hecht en oprecht. Het echte zit er maar in. Dat maakt niet uit met welke tocht je meegaat met Arctic Adventure. Het is echt. Het zijn de echte tent zoals we die ook op Groenland zullen gebruiken. Zou je ook terugvinden in Zweden. Maar het is ook het echte expeditie eten. Het is ook de echte skis. Maar het kan ook echt koud zijn. Op Groenland, ongelukken, zijn meteen ook echte serieuze dingen. Dus het is echt. Het hechte zit er maar in, is dat we werken met kleine teams. 6, 7, 8 mensen groot. Op Groenland vaak nog wat kleiner. Vorig jaar met 3 mensen, normaal gesproken met 4 of 5 mensen. Dus hechte gemeenschap, zoals een echt expeditieteam betaamt. En het oprechte, dat zit er maar in, dat is dat ik, maar ook de andere gidsen oprecht geïnteresseerd zijn in jou als deelnemer, maar ook in de omgeving, in de natuur. Dus ja, we vinden het heerlijk om daarmee mee bezig te zijn. Het is altijd bij Arctic Adventure een echte expeditie. Dus wat ik net zei, de echte tenten, de echte skis. Het is niet dat we opeens in een perisporttentje slapen in Zweden en de echte expeditietenten gebruiken op Groenland. Nee, overal gaat het echte spul mee. Kleine teams, in de natuur, intrinsieke motivatie. Met name, vooral ook vanuit de gidsen. Mocht ik niet werken met Arctic Adventure, dan ga ik zelf alsnog de sneeuw in. Het is gewoon leuk om te doen. Altijd onder nul. Geen motor. Dat houdt in, we kunnen wel ingezet worden met een helikopter, met een sneeuwscooter. Alleen tijdens de tocht, dus tijdens de expeditie, doe je het op eigen kracht. Of skiënd, of met huskies erop uit, maar je doet het op eigen kracht. Minstens 50% van de tijd slapen we in een tent. Dat is met Arctic Adventures. En alle materialen zijn geregeld. Dus als je afvraagt, ja, maar ik heb geen skis, ik heb geen tent, ik heb geen slee. Die regelen wij. Kom ik later in de presentatie terug, maar wij regelen al die materialen. We hebben een aantal niveaus, zodanig dat iedereen mee kan met een expeditie. We hebben Blue Label, Red Label en Black Label binnen Arctic Adventure. En als ik kijk naar de Blue Label expedities, dat zijn laagdrempelige expedities voor de sportieveling met doorzettingsvermogen. Zo zeg ik dat maar. Ik noem het de Expedition Experience. Je proeft, wat is het om een expeditie te doen? Alleen het is niet zo zwaar, in de meeste gevallen niet, als Groenland. Of de Noordpool, of de Zuidpool. Denk bijvoorbeeld aan de Arctic Grand Slam in Noord-Zweden, waarbij we er onder andere op uitgaan met huskies. Dus we denken van, joh, dat is makkelijk. Dat klopt, maar het kan ook verrekte koud zijn. Een niveautje hoger, om het zo te zeggen, wordt het ietsje zwaarder. Dan is de Expedition Challenge is er. Dat zijn onze Red Label expedities. En dat zijn uitdagende expedities in onbekend terrein die meer van je vragen. Een groter avontuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Heroes of Telemark tocht. Een tocht in het zuiden van Noorwegen van ruim een week, waarin wij eigenlijk de historische sabotageactie van commando's uit de Tweede Wereldoorlog nalopen. Maar waar we voor zitten voor vanavond, dat zijn de Black Label expedities. Het echte werk, als je het aan mij vraagt. De Expedition Major, zware tochten, fysiek en mentaal uitdagend voor de die-hard avonturier. Het echte werk. Noordpool, Zuidpool, Groenland oversteken. Dat zijn echte expedities zoals ze in mijn vocabulaire expedities genoemd moeten worden. Dus geen expeditie Robinson. Maar dit zijn dan onder andere de platen die je kunt vinden op Groenland. Ja, Victor. Ja, super toch. Dat is een reactie van Victor op de Red Label, de Heroes of Telemark. Victor is in maart meegeweest. En het was weer een legendarisch gave tocht. Zoals dat eigenlijk voor elke tocht geldt. Maakt niet uit of je de Blue Label, Red Label of Black Label doet. Ze zijn allemaal waanzinnig gaaf. De verschillen in de 3 tochten is als volgt. De Blue Label
Die loopt nog steeds met een slee achter je aan. Maar ga ervan uit dat hij 20 kilo heeft. Je gaat 15 kilometer per dag afleggen en je doet ongeveer een week over zo'n tocht. Je bent een week buiten. Als je dan kijkt naar de red label, als mijn muis meewerkt. Ja, de red label, dan wordt het gewicht al wat zwaarder. Dat is met name meer eten wat je meeneemt. Je legt 20 kilometer per dag af en je bent 1 à 2 weken zelfvoorzienend op pad. Dus je hebt wel meer eten nodig. Vandaar ook dat er meer gewicht in je slee ligt. Soms heb je ook net even wat meer kleding bij je. En als ik dan kijk naar de Black Label expedities. De Black Label tochten. Ga ervan uit dat je 60 kilo in je slee hebt liggen. Dat is best pittig. Helemaal omdat je 25 kilometer per dag aflegt. En dat doe je langer dan 2 weken. Een expeditie over Groenland bijvoorbeeld is 30 dagen. In het begin heb je misschien nog wel meer dan 60 kilo in je slee liggen. Iedere dag eet je door je etensvoorraad heen ongeveer 1,2 kilo per dag. Daar gaat wat brandstof af. Dus het gewicht van je slee neemt af. Maar in het begin zijn het pittige slees die je voort moet trekken. En dit is dan een prachtige foto van een van de rustpauzes op Groenland. Ik kan je vertellen, de foto waar je nu naar kijkt, dat is een korte rustpauze geweest. Het waaide hard. We zaten er net 2 minuten en de deelnemers van vorig jaar, Lorenz en Cordula uit Duitsland en Zwitserland, zij zitten al bijna, nog niet ingesneeuwd, maar er zit al behoorlijk wat sneeuw op ze. Het was een frisse dag, kan ik je melden. Wel gaaf. Ik ga het even hebben over COVID-maatregelen, want als je meegaat op een expeditie, dan ga je wel mee met een organisatie en ook wij regelen of hebben dingen geregeld voor COVID. Ik onderscheid voor vertrek en na vertrek. Voor vertrek, mochten er COVID-maatregelen zijn in het land van bestemming, of dat nu Groenland is, of voor andere tochten Zweden, Noorwegen, IJsland, of het nou Groenland is, mochten er maatregelen zijn van COVID, waardoor we niet kunnen reizen, dat kan gebeuren, dan kan je annuleren en dan krijg je je geld terug met aftrek van kosten. Stel dat we vooraf al een voorbereidingsweekend gedaan hebben, dan heb je dat al ontvangen. Dus dan worden die kosten in mindering gebracht. Maar wat je ook kunt kiezen is dat je zegt van, ik schuif door naar het volgende seizoen. Afgelopen mei bijvoorbeeld zou er een expeditie zijn naar Groenland. Die is niet doorgegaan. Deelnemers van mei, die gaan nu naar september. In september gaan zij Groenland oversteken. Dus de deelnemers hebben ze met elkaar besloten van, oké, wij verplaatsen de hele tocht naar een andere datum. Dus dat is mogelijk voor vertrek. Na vertrek, als we onderweg zijn, is er de volgende maatregelen. Ten eerste, social distancing. Nou, je kan misschien op de achtergrond een foto zien hoe wij door het landschap heen trekken. Social distancing in the Arctic, dat is geen enkel probleem. Dat gaat je lukken. Je loopt achter elkaar aan met een minimumruimte van 4 meter, want daarvoor zit de slee van je voortganger. Dus die social distancing is geen enkel probleem. 'S avonds in de tent is het wat anders. En we hebben ervoor gekozen om met 3 persoons tenten op pad te gaan. En 2 personen per 3 persoons tenten te bivakeren, waardoor je ruimte hebt in die 3 persoons tent. En als je slaapt in je slaapzak, is het hoofd van de een bij de voeten van de ander. De voeten van de ander bij het hoofd van de een. Dus dat je maximaal met je hoofdeinde uit elkaar ligt. En op een tocht van Groenland, dan ben je een maand onderweg. Na 2 weken heb je eigenlijk wel je 2 weken quarantaine gehad. Maar dat is hoe we het doen onderweg. Genoeg ventileren. Maar dat doe je sowieso wel in die Arctic. Omdat je graag wil dat het vocht wat je uitademt 's nachts, dat uit de tent wordt weggeblazen. Dus dat ventileren, dat gebeurt sowieso wel. Maar dat is hoe wij omgaan met de COVID-maatregelen. Kan het zo zijn dat je bij iemand in de tent ligt, waar dat je na een week denkt van, ik ben hem zat. En dat kan wederzijds ook zo zijn. Dan worden er aanpassingen gedaan. En dan gaan we eens kijken, hoe kunnen we dan de tent goed indelen. Want we moeten nog eventjes door met elkaar. Dat over de COVID-maatregelen. En zo ziet het er dan uit. Er is altijd plek op de camping. Dat is een groot voordeel van kamperen op Groenland. Er is altijd plek op de camping. En hier is een foto van vorig jaar mei. Een van de dagen met wat minder zicht. Wat over Groenland. Kalaallit Nunaat. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar dat is de naam van Groenland op
of in zijn Groenlands 80% van het eiland is bedekt met ijs. En het eiland, voor degenen die het niet weten, het ligt op het noordelijk halfrond tussen IJsland en Canada in. Dus aan de oostkant van IJsland en aan de westkant van... aan de oostkant van Canada, aan de westkant van IJsland, daartussenin ligt Groenland. Er wonen 57.000 mensen op het hele eiland. Dat is ongeveer zoveel mensen als hier in Lunette wonen, een grote buitenwijk in Utrecht. Dat is niet veel, kan ik je melden. Het is een eigen land sinds de jaren 80, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Maar het maakt wel onderdeel uit van het Koninkrijk van Denemarken en je betaalt er met de Deense kroon. Je praat er Groenlands of Deens. In veel plekken kun je ook Engels praten, maar als wij onderweg zijn, dan praten we de taal die wij, waarschijnlijk Nederlands, afhankelijk van welke mensen in het team zitten. We zullen weinig mensen of Groenlanders, Inuit, originele bewoners van Groenland, tegenkomen. Het is jaren geleden ontdekt door de Vikingen. En volgens mij ken je in ieder geval al twee woorden in het Groenlands, namelijk het woord kajak en het woord iglo. Beide woorden komen uit het Groenlands. Dus dat eventjes wat feitjes over Groenland. Dan het hoogtepunt. De expedities op Groenland die we doen. En dat is een expeditie van de westkust naar de oostkust. Of van de oostkust naar de westkust. Dat is afhankelijk van de voorkeuren. Maar we normaal gesproken starten in de westkust en gaan we naar de oostkust. Backcountry skiën. In het Engels noemen ze dat ook wel manholing. Dat is met je skis, toerlanglaufs skis, een slee achter je aan, lopen, 20, 25 kilometer per dag, voor een 30, 34 dagen, vaak zo'n 30 dagen, het is 600 kilometer, met wat transportdagen erbij, ben je 34 dagen onderweg. In een groep van 4 tot 6 mensen, inclusief de gids, en de kosten voor deze expeditie zijn 13.000 euro. Dus het is een serieuze onderneming, zowel financieel als in tijd. De andere, dat is eigenlijk dezelfde route, alleen dan is het met kite. Dat is ondersteund met vliegers. Dat is vliegeren en backcountry skiën. Ik heb die tocht vorig jaar mei gedaan. Je gaat ietsje sneller. Waarschijnlijk zal je 30 dagen uit en thuis zijn. En uit en thuis, in dit geval betekent vanuit Nederland, uit en thuis, terug naar Nederland. De afstand is hetzelfde, wederom 600 kilometer. Het team zal ietsje kleiner zijn. Met kiten ga je wat sneller, kun je elkaar sneller uit het oog verliezen. Waardoor het belangrijk is dat, des te kleiner het team, des te minder snel verlies je iemand uit het oog. 3 tot 5 deelnemers, 13.000 euro. En dan heb je de Grand Slam. En ik zit nu echt in beeld, zie ik. De Groenland Zuid-Noord expeditie. Dat is een 100% kite expeditie. Een kite skiën. 35 dagen doe je erover, uit en thuis. En die is 2200 kilometer lang. Dan ga je van het zuiden naar het noorden van Groenland. 3 tot 5 deelnemers. En de kosten daarvan, ook niet mis, 25.000 euro. Geen vragen? Nee, geen vragen. Ik zag nog steeds dat de mededeling van Victor onderin staan. Dat zijn de 3 expedities die aangeboden worden op Groenland. Nou, hier een kaart van Groenland. Dus even kijken of ik daar nog een lijn in kan trekken. Nee, dat dacht ik mooi voorbereid te hebben, maar dat is niet gelukt. De horizontale lijn ligt ongeveer ter hoogte van de poolcirkel. Van de westkust naar de oostkust, dus van links naar rechts. En de kite-expeditie gaat helemaal van het zuidpuntje van Groenland naar de westerbovenhoek, naar de plaats Thule of Kanaak, zoals die ook gezegd genoemd wordt. Ja, Econ, het zijn schappelijke prijzen. Jij kent een beetje de prijzen van wat dit soort grappen kosten. En nog heel even over de prijs. Er worden wel eens gezegd, het is heel veel geld. Klopt, er wordt ook heel veel voor geregeld. Kom ik op terug. Wat je vaak hebt binnen Arctic Expeditions of Arctische Expedities, waarom zou ik in het Engels gaan praten, is het transport. Het transport gaat naar afgelegen gebieden waar soms geen vliegtuig kan landen. Heb je helikopters nodig en dat drijft de prijs nogal op waar je uiteindelijk voor betaalt. Dit is dan een tafereel van een Groenland Expeditie. Hier met 2 sleders achter ons aan. En dit is, hier is een klein verhaaltje achter. Dit vind ik wel gaaf, want... En dat maakt voor mij een expeditie ook een expeditie. Dit is om 2 uur 's nachts gemaakt, deze foto.
De dag hiervoor hebben wij gelopen, ook op Groenland. Ja, we waren een hele week aan het lopen op Groenland, maar het was warm. De zon scheen, die kwam echt fel boven ons vandaan. En die draaide omdat we van het westen naar het oosten liepen, ging de zon die kant op. En het was warm, het was echt warm. Ik liep in mijn woestijnoutfit, ik had een baseballpet op, helemaal beschermd hier. En om 4 uur 's middags waren we kapot. We zeiden van ja, we kunnen niet meer. Dus toen hebben we besloten om kamp te maken, om te gaan slapen. En toen zeiden we van oké, als we nou om 1 uur 's nachts opstaan en we vertrekken om 2 uur, dan is de zon nog onder de horizon en die zie je een beetje licht aan de achtergrond. En zo gezegd, zo gedaan. We hebben om 2 uur 's nachts zijn we vertrokken. We hebben doorgelopen tot 11 uur 's morgens. En om 11:30, toen de zon op het hoogtepunt was, toen was ik alweer in mijn tent aan het slapen of aan het sudderen. Het was heerlijk. En dat vind ik leuk van expedities. Je kunt je eigen dagindeling aanpassen aan de elementen. Feit is, je gaat van A naar B. En uiteindelijk is het zo van, jongens, zoek het maar uit hoe je het doet. Maar met elkaar, met het team, moeten we besluiten hoe we het doen. En als we dan besluiten, nou, we gaan om 2 uur 's nachts opstaan, dan doen we dat. De dag daarna zijn we trouwens om 1 uur 's nachts vertrokken. Dus dat vind ik, dat vind ik gaaf. De gidsen, die dit soort ambitieuze plannen gidsen, dat zijn er een aantal. En ik werk samen met 2 andere gidsen. Dat is Manu Poudelet. Een Franse gids, een Fransman. Dixie Dansecour, een Belg. En dat is niet zomaar een gids. Dat is een iemand die ik heel hoog heb zitten. Die al meerdere wereldrecords op zijn naam heeft staan. Die heeft de hele Zuidpool rondgevliegerd. 5000 kilometer. Die heeft Zuid naar Noord Groenland gevliegerd. Maar ook weer aan de andere kant helemaal terug naar het zuiden. Daar ruim 4000 kilometer gevliegerd. Heeft meerdere Noordpool, meerdere Zuidpool expedities op zijn naam staan. Dus ja, ik ben een beetje trots dat ik redelijk onder zijn vleugel mag opereren. Of dat ik in ieder geval veel van hem leer. En in Nederland Henk-Jan Geel. Daaronder zie je ook 3 logo's staan. Namelijk Expedition Unlimited, Polar Experience en Arctic Adventure. Dat zijn de 3 bedrijven die de kracht hebben samengebundeld om deze expedities mogelijk te maken. Expedition Unlimited is een Frans bedrijf. Niet het bedrijf van Manu, maar het is een Frans bedrijf. Polar Experience, dat is wel een bedrijf van Dixie, dat is een Belgisch bedrijf. En Arctic Adventure, dat is mijn bedrijf, een Nederlands bedrijf. En wij met z'n drieën zijn deze expeditie aan het in de markt aan het zetten. Met de grote kans dat als ik iemand uit Nederland heb en Dixie heeft iemand uit België en de Fransen hebben iemand uit Frankrijk, dat we dus in totaal 3 deelnemers hebben en de expeditie dus door kan gaan. Dus de kans dat zo'n expeditie als dit doorgaat, is zeer groot. Mocht ieder op zijn eigen eilandje blijven opereren, dan is er misschien 1 Nederlander, misschien 2 Nederlanders die dit aangaan. Maar dat is te weinig om hem door te laten gaan. En juist om samen te werken, kunnen we de zekerheid bieden dat de expedities doorgaan. Maar hebben we ook de zekerheid dat er heel veel kennis in huis is. En mocht een keer een gids niet kunnen, nee, je ziet al, er staan 3 gidsen op het scherm. Dan zijn er altijd gidsen die deze expedities kunnen volbrengen en kunnen gidsen. Dus vandaar dat ik het belangrijk vind dat je het weet, dat we het met z'n drieën doen. En ook de reden waarom we dit met z'n drieën doen. En daar ben ik dan. Voor degenen die me niet kennen, ik ben die jongen met die bruine pet op. In het midden staat Cordula, een Duitse dame. En daarnaast staat Lorenz, een Zwitserse man. Die zijn vorig jaar mei meegeweest met een kite manholing expeditie van West naar Oost Groenland. Wat zijn de deelname eisen? Wanneer kan je deelnemen aan zo'n expeditie? Het is een black label expeditie, dus het is een pittige tocht. Afhankelijk van heel veel dingen. Met name afhankelijk van het weer. Als wij de hele maand storm krijgen, dan denk ik dat ik ook ga afhaken. Maar het kan een hele pittige tocht worden. Als we de hele maand strak blauwe lucht hebben, dan denk ik dat heel veel mensen het aankunnen die hier nog nooit over nagedacht hebben. Dus het weer is een hele grote, hele grote invloed. Ik zeg altijd 20 kilometer, 20 kilo, 20 dagen. Als je 20 kilometer kunt wandelen, gewoon kunt wandelen, met een rugzak op van 20 kilo, en dan kun je 20 dagen achter elkaar doen, dan heb je een prima conditie om een black label expeditie van Groenland aan te kunnen.
qua conditie. Je hoeft geen marathon te kunnen rennen. Je hoeft geen sprint te kunnen rennen. 20-20-20. Als je dat kunt, dan is het prima. Alternatief is dat je zegt van ja, ik kan 20 kilometer hardlopen. Dat vind ik ook goed, want daar moet je voor trainen. Het gaat om duurconditie. Voor de rest is het belangrijk dat je kampdagroutine hebt. En dat betekent dat je al eerder een wintertocht hebt gedaan. Bijvoorbeeld, zoals Victor heeft gedaan, de Heroes of Telemark tocht. Dat is een tocht in Noorwegen waarbij je echt leert van oké, wat moet ik doen als ik in het kamp aankom? Hoe zet ik mijn tent op? Hoe werkt de brander? Wat is het avondritueel van sneeuw smelten, eten maken, thermosfles vullen? Hoe ga ik om met mijn kleding? Hoe blijf ik droog? Dat je die dingen, dat je dat allemaal snapt en kent. En het dagritme, dat je weet van oké, we vertrekken om een bepaalde tijd, dan gaan we lopen. Dan hebben we pauze 10 minuten, dan gaan we lopen, pauze 10 minuten. En in die pauze, dan drink ik, dan eet ik, dan plas ik, dan poep ik, dan doe ik mijn ding. En dan gaan we weer een uur verder. Dus dat je dat ritme kent, dat in je systeem zit, dat is belangrijk. En eventueel voor de kiters onder ons, degene die ambitie hebben om een kite-expeditie te doen, dan moet je kite-ervaring hebben. En dat kan je opbouwen met snowkiten. Bijvoorbeeld aanstaande januari in Noorwegen, dan wordt er een initiatieweek georganiseerd. Of doe Dixie Dansen Koer, of ik geef die week. Of je kan heel veel gaan kiteboarden. Hoe heet dat ook weer? Kite op het water. Ik ben even de naam kwijt. Als je het weet, zet hem even in de chat. Ik ben even mijn naam kwijt. Kitesurfer geloof ik dat het heet. Maar je moet kunnen snowkiten. Dat is belangrijk. Mits je voor die snowkite-expeditie kiest. Wie gaan er dan mee? Ja. Het zijn geen supermensen. Ik ben Superman nog niet tegengekomen. Ik ben andere helden ook nog niet tegengekomen. Spider-Man ook niet. Ik doe dit. Eigenlijk best een normale kerel uit Utrecht. Ik merk dat het mensen zijn, nou, als ik ze mag profileren, tussen de 35 en de 55. Dat is een beetje het gros, om over gros te mogen spreken. Maar dat zijn de mensen die meegaan. Tuurlijk zijn er mensen die ouder zijn. Als je fit voelt, met name fit en goed aan je, denk goed aan je knieën, dan zou je het kunnen doen. Zijn het thrillseekers? Nee. Zijn het mensen die een once in a lifetime experience willen, een eenmalige uitdaging? Zeker. Die zijn er. Het zijn mensen die er lang naar uitkijken, die het van een bucketlist willen afschrijven. Zeker. Het zijn veel mensen die gewoon een normale baan hebben. Cordula, die werkt in een ziekenhuis. Bij iemand anders, daar was iemand die was makelaar. Een 9-to-5 job. Dat kan. Je moet wel een maand vrij kunnen krijgen. Maar het zijn, ja, gewone mensen. Ja, ik kan er echt niks anders van maken. Het zijn geen superatleten die dit doen. Het zijn normale mensen zoals jij en ik die dit fantastisch vinden om dit mee te maken. Dus ik kan er 6 slides aan wijden. Maar ik denk als je nu kijkt, dat jij een prima afspiegeling bent van de mensen die meegaan. Kan ik me zomaar voorstellen. Dus dat even over de mensen die meegaan. En hier zie je bijvoorbeeld een foto van Cordula. Een dame die werkt in het ziekenhuis in Zwitserland. En die traint er wel voor, zeker. En Cordula, die loopt wel af en toe een marathon. Ik heb nog nooit een marathon gelopen. En ja, ik loop tegen de 50, ik ben 48. Misschien heb ik natuurlijk wel weer de 50-jarigen ambitie om toch nog een keer een marathon te gaan lopen. Maar hij staat niet hoog op mijn bucketlist. Ik wil liever naar de Zuidpool of een andere pool. Hoe kun je je hierop voorbereiden? Het staat eigenlijk op het scherm. Ga wandelen. Ga hardlopen. Ga kitesurfen. Ga snowboarden. Die techniek, met name voor het kiten, moet je onder de knie hebben. Ga naar de sportschool. Zorg voor je dijbenen. Zorg voor je, ja, ik wijs aan de camera, zie het net niet, maar zorg voor je buikspieren en je rugspieren, onderrugspieren. Dat zijn toch wel belangrijke elementen. Dus je core stability, zullen ze het in een moderne sportschool noemen. Bij mijn sportschool zeggen ze wel, ja, je buikspieren. Buikspieren, rugspieren. Dijbeen. Als je die goed traint, dat is handig. Wat ook handig is om dit hier te trainen. Je bent toch de hele dag met je stokken ook bezig. Al loop je met je benen. En je loopt rechtop, dus je loopt ook met je onderrug. Maar die stokken zijn ook nog wel goed. Duurconditie. Daar gaat het om. En als laatste, en misschien moest die eigenlijk wel helemaal bovenaan. Het zit tussen je oren. Groenland oversteken is eigenlijk, ja,
een dag of 20 steeds hetzelfde zien. En dan moet je dat wel leuk vinden. Wat wordt er gezegd? Ja, Victor, en je knieën, zeker. En ik zie Edwin nog wat zeggen. Een soort proef-fitheidstest gedaan voor een expeditie gedaan. Kom ik even op terug, Edwin. Ik ga beantwoorden voor je. Dus het zit tussen de oren, heel veel. In het begin, ik zal je zo meteen door een hele expeditie meenemen. Maar in het begin zie je nog wel eens wat afwisseling. Maar dag 7 tot en met dag 17, met name voor een oost-west oversteek, kan heel monotoon zijn. En dan zit zo'n dagindeling van een uur wandelen of een uur lopen, 10 minuten pauze. Een uur lopen, 10 minuten pauze, kan heel saai zijn. De hele tijd hetzelfde team bij elkaar hebben, kan ook frustrerend zijn. En dat is niet om je te demotiveren, want wat je ziet is ook de wijdheid van het landschap. Ik heb weer lopen juichen, vorig jaar toen ik op Groenland zat, omdat ik om me heen keek. Ik zag overal sneeuw en ijs en dan dacht ik, jeetje man. En op dit moment zijn er dus mensen die lopen in Utrecht door de Steenweg om daar naar de HEMA toe te gaan om iets te kopen. En ik mag, want ik vind het echt een gunst, maar ik mag hier op Groenland zitten en om me heen te kijken en niets zien. Alleen maar sneeuw en ijs. En ook dit is de wereld. Het is fantastisch. Ja, als ik erover nadenk, jongens, ik krijg een big smile. Het is helemaal te gek. Edwin, jij vraagt, is er nog een bepaalde fitheidstest? Ja en nee. Als je zegt, joh, Henk-Jan, ik wil mee, dan gaan we in ieder geval even bellen met elkaar. Ik wil weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Wie ben je? Wat doe je? En er is in oktober een voorbereidingsweekend in België bij Dixie Dansen Koer. En die zal je ook nog eventjes aan de tand voelen om te kijken van, jij pas je, ja, ga maar het halen. Want uiteindelijk is toch een expeditie zo zwak als zo sterk als de zwakste schakel. En je wil het gewoon halen. Maar de fitheidstest, ga ervoor trainen. Als jij uiteindelijk 20 kilometer kan hardlopen of kan wandelen met die rugzak, dan is dat prima. En ook omdat het tussen de oren zit, heb ik ook gemerkt dat de mensen die zich hiervoor opgeven, maar ook de mensen die zich voor een red label of een blue label opgeven, ik ben nog geen mensen tegengekomen die niet veel sporten. Want die vinden dit niet leuk. Ik ben ook geen mensen tegengekomen die met een zak chips op de bank hangend, redelijk obesitas hebbend, mij bellen en zeggen, hey Jan, dat lijkt me wel wat, zo'n Heroes of Telemark tocht of zo'n expeditie naar Groenland. Gaat niet gebeuren. Dus gebruik ook je common sense om te denken, hey, kan ik het? En als je vragen hebt, bel me gewoon op. Ja, volgens mij staat mijn telefoonnummer in ieder geval op de website Arctic Adventure. Dus bel me daarover op. Ik ga door. Hoe kun je verder nog voorbereiden? Ja, lees een boek. Ik weet dat de Nederlander Ronald Naar, De Plaag van de IJswind, heet dat boek, zeg ik in mijn hoofd, maar misschien dat Econ de exacte naam weet. Die heb ik gelezen, maar er zijn meerdere boeken over oversteken van Groenland, maar ook expedities naar de Zuidpool. Het is sowieso gaaf om te lezen. En je leert er heel veel van. Ja, dwars door Groenland. Dankjewel, Econ. Fijn dat je me eventjes helpt. Lees die boeken. Het is sowieso leuke literatuur om te lezen. Met name de wat modernere boeken. Je kan de boeken van Nansen en Amundsen, de oude Noren, lezen. Maar die hebben ook oude materialen en oude technieken. Fantastisch om daarin te duiken. Als je de geschiedenis leuk vindt. Maar lees ook de moderne boeken. Met name Groenland Oversteken en Zuidpool. Omdat die ook de moderne technieken beschrijven. En dan gaat het ook met moderne middelen. Al blijft het allemaal lange expedities en het blijft koud. Kijk films, check YouTube. Op het kanaal van Arctic Adventures staan heel veel filmpjes, maar check YouTube, Greenland Crossing, Greenland Expedition, en je krijgt heel veel impressies. En laat je verbazen, laat je verrassen. Kou het niet helemaal door, dat je voordat je vertrekt al precies weet, oh ja, op dag 3 komen we dag tegen, op dag 4 dat en op dag 5 dat. Dan is het ook niet meer leuk. En dan kan je net zo goed niet meegaan. Dus laat je ook en die verrassingselementen die zijn er wel. Al is het maar als er een keer een whiteout komt. Dat is als het mistig is in de sneeuw. Dan zie je geen hand meer voor over. Het is overal wit. Ja, dat zijn toch dingen. Daar kun je 100 keer over lezen. Maar als je
één keer heb ervaren, weet je meteen wat het is om in de binnenkant van een pak melk te lopen. Dat zijn nog steeds bijzondere dingen. Maar zo ga je er dan op vooruit. Met je slee, alles erop en eraan. En dan van de ene kant in een rechte lijn naar de andere kant. Ik wil je wat vertellen over de materialen. Het groepsmateriaal, als je meegaat, is geregeld. Denk hierbij aan de tent. Kooktoestellen. Navigatiemiddelen. Kaart en kompas. Maar ook aan de permits. Aan het logistiek ter plekke. Dus de helikopters die we in moeten schakelen. Eventueel four-wheel drives die we in moeten schakelen. Dus dat is het groepsmateriaal. Dat is allemaal geregeld. Persoonlijke uitrusting. Dat is ook geregeld. Denk hierbij aan je slee. En je trekgordel en je trekstangen voor die slee. Aan skis. Als je je eigen skis hebt, mag je die uiteraard meenemen. Dat is nog wel fijner. Maar anders kunnen we ze regelen. Aan skistokken. Dus dat soort persoonlijke uitrusting is geregeld. Wat je zelf dient te regelen, is je kleding die je aan hebt. En dat begint bij je schoenen. Die zijn te huur, maar het is altijd fijn om eigen schoenen te hebben. Een broek, een jas, een muts, handschoenen, donsjas. Daar word je in geadviseerd. Maar die moet je zelf regelen. Heel veel wordt geregeld. Een aantal dingen moet je zelf nog regelen. Even kijken als ik eentje door kan gaan. Groepsmateriaal. Hier heb je een voorbeeld van de communicatiemateriaal. En dat wordt geregeld. Maar, en dat heb ik niet vernoemd, maar wat ook geregeld wordt, dat is een basecamp in, afgelopen keer was het in België, waar dagelijks mee gebeld wordt, waarin wij rapporteren van dit is de status. Het basecamp houdt een blog bij, zodat achterblijvers kunnen lezen hoe het met ons gaat. Wij sturen ook foto's door richting het basecamp. We krijgen dagelijks vanuit het basecamp weersberichten teruggestuurd. We hebben samenwerking met Expedition Weather, die ons van onze locatie op Groenland het weer doorgeeft en de locaties van de plekken waar we naartoe gaan. We hebben een medisch team wat achter de hand zit. Mochten er problemen zijn, dan kunnen we terugvallen op het medisch team. En we hebben nog een back-office in Frankrijk zitten, dat op het moment dat wij logistieke zaken nodig hebben, we zijn bijvoorbeeld aan het eind van de expeditie, helikopter moet geregeld worden, dan bel ik of een van de andere gidsen met de satelliettelefoon en dan wordt dat geregeld. Dus er zit een heel team, wat niet meegaat, zullen ze jammer vinden, maar er zit een heel team aan mensen achter de hand die nog voor ons bezig zijn of aanwezig zijn als wij ze nodig hebben. Het lopen moeten we zelf doen, maar we hebben een hele backup erbij zitten. Goed, nou, wat zijn de next steps? Als je zegt, dit is tof. Ten eerste, je moet er zelf klaar voor zijn. Als je er niet klaar voor bent, dan wacht je. En dan ga je kijken, misschien ben ik er over een half jaar klaar voor. Kan. Dan schrijf je in. En dat kan bijvoorbeeld door te bellen of om te mailen. We maken een WhatsApp-groep met alle deelnemers. Daar worden al slimme dingen in besproken. Materialen, als iemand zegt, ik heb deze jas gevonden. Is dat wat? Nou, dat kan daarin besproken worden. We krijgen een kennismakingsbijeenkomst. Die is voor de expeditie in mei, is die in oktober in België. Een initiatieweekend samen met Dixie Dansecour. Lopen we door alle uitrusting heen. Kan je alle vragen stellen die je wil stellen. Dixie heeft zijn prachtige verhalen die hij kan vertellen met zijn ervaring. Ik zal erbij aanwezig zijn. Dus dat is het kennismakingsbijeenkomst. Vervolgens ontmoeten we elkaar in Kopenhagen. Daarvanuit vliegen we naar de desbetreffende plek in Groenland. En dan gaan we op expeditie. En wellicht is er aan het eind nog een reunie. Datum, die heb ik hier nog eventjes niet bijgezet. Want er zijn twee momenten waarop je een expeditie kan ondernemen op Groenland. Dat is in het voorjaar, dat is de maand mei. In het najaar, en dat is de maand september. De redenen waarom die twee maanden gekozen zijn is, ten eerste, misschien de belangrijkste, in de wintermaanden krijg je geen toestemming van de Groenlandse overheid om een expeditie te doen. Dus je mag vanaf april gaan. Als je te vroeg in het seizoen gaat, zijn er te veel stormen. Dus vandaar dat we zeggen, we gaan in mei. De slagingskans van een expeditie is dan het grootst in het voorjaar. Als je later gaat, dus in de zomer, is het veel smeltwater. Dan heb je een kleine slagingskans. Dus is het te warm, te papperige sneeuw, is niet fijn om doorheen te lopen. En in het najaar, in september, dat begint eind augustus,
tot en met eind september, is ook weer goed seizoen. Want het is net voordat de winterstormen weer beginnen en het echt koud gaat worden. En het begint weer goed te vriezen. Dus de gesmolten sneeuw, dat water, dat wordt ijs. Dat is vlak, dus dan kan je weer makkelijker overheen. Dus mei, september, dat zijn de 2 maanden voor een Groenland-expeditie. Ja, en hoe ziet zo'n expeditie er dan echt uit? Als je dag 1 tot en met dag 34 een beetje pakt. Nou, je begint met een voorbereiding met de G die achter de N moet. Dan heb je een begin van de expeditie, een oversteek en het eind. En ik zal jullie eventjes wat meenemen door wat zaken van zo'n expeditie. Dit is een foto die is gemaakt in, Kangerlussuaq. Cordula is hier alle etenspakketjes aan het inpakken voor haarzelf, niet voor alle expeditiedeelnemers, voor 30 dagen. Vooraf pakken we dat in zakjes, zodanig dat je elke dag precies weet, oké, ik pak 1 zakje en er zit alles in voor 1 dag. Het voordeel daarvan is dat jij op dag 24 nog precies weet, oké, ik heb nog genoeg eten, dus genoeg noten voor de rest van de tocht. Dus dat je niet opeens halverwege de tocht denkt, hé, mijn noten zijn op, ja. Je hebt iets te veel noten gegeten aan het begin van de tocht. Dus alles wordt keurig netjes verpakt per dag. Wordt voorbereid in Kangerlussuaq, het beginpunt. Dan leggen we alles in de slee. Gaan we de slee test inpakken. Kijken of alles nog past. Kijken of alles goed is aangekomen vanuit het vasteland van Europa. Wordt het allemaal met DHL opgestuurd. Eten, materialen, slaapzakken, tenten. Dus dat is het begin. We gaan de tent nog een keer opzetten. We gaan alle communicatiematerialen in Groenland nog een keer testen. Dus het is eigenlijk een hele dry run van een expeditiedag en de expeditiematerialen die we hier doen. En dan gaat het beginnen. En je stapt niet meteen op de skis. Want de eerste, nou dit is gelukkig maar in de eerste paar honderd meter, maar dan moet je door de eindmorenen heen van de Groenlandse ijskap. En dat is heel veel steen. Waardoor je wel 6 keer heen en weer moet lopen om die 60, 70 kilo bagage vanaf de afzetpunt van een 4-wheel drive, die ons afzet, naar sneeuw te brengen. Daar waar we kunnen glijden. Ik moet zeggen, oh ja, dwars van Groenland, dat is het boek. En dan komen we dit tegen. Ja, dat is wat anders dan de piste in Oostenrijk, waar je een pisteboelie hebt die het allemaal vlak maakt. Want dit zijn de eindmorenen van de gletsjers in Groenland. Je ziet smeltwater. En dat zijn eigenlijk pockets die op plekken liggen. En die staan niet op de kaart. Die zijn elk jaar ergens anders. Dus het is echt een labyrint waar je doorheen moet navigeren. En dat kan langzaam gaan. Vorig jaar heb ik de eerste dag 1,4 kilometer afgelegd. We begonnen om 1 uur 's middags. We stopten om 4 uur. Het moet erin komen. Maar de tweede dag, waar we een dag bezig, had ik 4 kilometer afgelegd. Na een hele dag zwoegen. Dus dat was niet ver. Hoe ziet zo'n dag zwoegen eruit? Dit is het landschap wat je in het begin, en ik heb het hier eventjes over een west-oost oversteek, maar in het zuiden ziet het ook ongeveer zo uit. Dit is het landschap waar je de begindagen doorheen gaat trekken. Maar goed, één ding weet je zeker, aan het eind van de dag staat altijd je tent weer op. En we lopen niet op kilometers. We vliegen er niet op kilometers, dat gaat altijd op tijd. We vertrekken, in dit instantie vertrokken we altijd om 9 uur 's morgens. We gingen door tot 5 uur 's middags. Maar je weet, om 5 uur zetten we de tent op. Want dan hebben we nog een avondritueel, sneeuw smelten, water krijgen, avondeten klaarmaken, thermosflessen vullen. En je moet weer goed uitrusten voor de volgende dag. Maar je weet hoe zwaar een dag ook is, om 5 uur stop je. Of je nou 2 kilometer hebt afgelegd of 20 of nog meer, je bepaalt vooraf met het team hoe laat je stopt. En dat is wel fijn om naartoe te kijken. Na verloop van tijd ben je uit die eindmorene en dan kom je op het vlakke gedeelte van Groenland, de ijskap zelf. En dit is waanzinnig. Hier, als ik hier naar kijk, dan kijk ik echt tranen in mijn ogen. Dan denk ik van wow, dat is toch beter dan de HEMA in Utrecht in de Steenweg. Dit is waar het, ja, voor mij omgaat. Dit is, ja, ik vind het werelds. En het mooie is, dit ga je in een dag of 20 zien. De ijskap van Groenland. Op de oversteek, de horizontale oversteek
oost-west, west-oost, kom je ook nog Dai 2 tegen. Dat is een oud verlaten radarstation uit de Koude Oorlog, waar je in kan, waar we in kunnen. En dat, ja, dat kolossale bouwwerk, dat staat er. En het is zo groot dat je ziet het opeens aan zo'n puntje aan de horizon. En het duurt 2 dagen lopen voordat je er bent. Dus dat is een mooi punt op Groenland. Maar dit is de camping. Ja, ik word er stil van. Dit is de camping. Altijd plek. Desolaat. Overal waar je om je heen kijkt, is het dit. Helemaal te gek. Eigenlijk zou nu de presentatie moeten stoppen, toch? Het is wel te gek, dit. Oh, heerlijk. En de volgende dag mag je weer. Dan ga je weer manholing vooruit om naar de overkant van Groenland te komen. Gemiddeld 20, 25 kilometer per dag wat je op Groenland doet. Afhankelijk van het weer, van je fysieke gesteldheid. Aan het eind van de expeditie merk je al van, joh, die 20 kilometer nu. Ook al is de slee lichter, het is toch zwaarder. Het is ook pittig. Het is geen kattenpis. Maar wel gaaf. De andere expeditie, de kite-expeditie, die gaat heel snel beginnen met kiten. Met name van zuid naar noord, daar moet je kiten. En de reden waarom ik zeg, daar moet je kiten, het is 2200 kilometer. Als je kite, dus als je met een vlieger voortbewogen wordt, dan zou je afstanden kunnen halen van 200, 250 kilometer per dag. Uitzonderingen, dat wel. Gemiddeld ga je zo'n 50... 70 kilometer per dag. Maar mocht je een keer een dag geen wind hebben, dan is de kans groot dat je in je tent blijft zitten. Dat je een rustdag neemt. Want je kunt wel die dag gaan lopen en dan 20 kilometer afleggen. Maar als er de volgende dag goede wind is, dan heb je die 20 kilometer in een mum van tijd afgelegd. En dan had je beter je rust kunnen pakken. Dus op kite-expedities is er een andere discipline. Maar als de vliegers dan eenmaal staan, ja, dan is het heerlijk. Dan is het hangen in je harnas. Want je hebt een harnas aan waar je kite ook met touwen aan, met je kitelijn aan vast zit. Dus je kunt goed hangen in je harnas. Train wel je dijbenen, want die gaan verzuren. Je slee zit op een 40 meter achter je, op een heel lang touw. Dus mocht je vallen, dat die slee afremt voordat die bij je is. Maar dit, ja, dan kan je makkelijk 30 kilometer per uur gaan. Dus dan snap je dat zo'n rustdag, ja, dat is geen enkel probleem. Nou, hier lig ik op de slee en dit is de slee richting Lorenz in dit geval. En die is daar met een, even goed kijken, een 10 vierkante meter vlieger bezig. Je hebt 3 vliegers. Bij de kite-expeditie heb je 3 vliegers op je slee zitten. Een 6 vierkante meter, een 10 vierkante meter en een 16 vierkante meter vlieger. Om een hele brede range aan wind op te kunnen vangen. Dus met harde wind ga je met de kleine vlieger, met hele zachte wind pak je de hele grote vlieger, maar je kunt altijd wel vliegeren. En het mooie van de Zuid-Noord-expeditie is dat er zijn katabatische winden. Dat zijn winden die worden gevormd door eigenlijk de zwaartekracht. Stel je voor dat Groenland is eigenlijk een hele grote heuvel. Dat als de hele heuvel, ik doe even zo. Hier heb je dan de zeeën en hier is het midden van Groenland. De wind die hier is, die koelt af. En net zoals in een koelkast, koude lucht wordt zwaarder en die gaat naar beneden. Dus die rolt langs die ijskap naar beneden. En aangezien wij een beetje aan de randen blijven, ongeveer 1/3 van het midden versus de rand, hebben we heel veel katabatische winden en die stromen altijd dezelfde kant op. Schuin van achteren, vandaar dat we van het zuiden naar het noorden toe gaan met de kite-expeditie. En heb je het eind van de expeditie. En dan word je opgehaald door een helikopter. Die pikt je op de laatste kilometers. De voornaamste reden om ons op te pikken is omdat de laatste kilometers zijn er zeer veel crevassen. Gletsjerspleten. En het is een hachelijk karwei om door het laatste paar kilometer heen te gaan. Je ziet de zee. De helikopter komt eraan. En die pikt je op. En die brengt je naar de helikopterlandingsplaats. En diezelfde avond sta je nog onder een welverdiende douche. Goed. Ik ben door het verhaal heen voor de expeditie van Groenland. Ik hoop dat je er misschien wat van op hebt gestoken. Als je het zelf een keertje wil doen.
Ik hoop natuurlijk dat ik je ontzettend geïnspireerd heb als je mee wil. Ik hoop in ieder geval dat je een leuk uur hebt. Ik zit stiekem even een beetje op mijn klok te kijken. Ik heb 50 minuten, dus ja, ik heb me redelijk aan de tijd gehouden. Ik kan nog gewoon praten, maar ik kan me voorstellen dat er vragen zijn. En als je nu vragen hebt, zet ze eventjes in de chat hiernaast. Dan zal ik daar antwoorden op geven, als ik die antwoorden heb natuurlijk. Mocht ik de antwoorden niet hebben, dan ga ik ze uitzoeken voor je. Dan kom ik op terug. Dus even kijken, Emee, ik lees hem even op, dus ik kijk naar de vragen, niet naar mijn scherm. De teams zijn klein, hoe ver van tevoren moet je inschrijven voor een blue, een red of een black expeditie? De teams zijn klein. Laat ik even met de black expeditie beginnen, dat is deze expeditie hier. Mijn advies is, schrijf je vroeg in. Dat is niet zozeer voor mij, omdat ik dan wil dat je nu inschrijft. Maar dat is ook voor jou, omdat je dan daar een hele tijd naartoe kunt werken. Met name een black expeditie is een... Dat is nog wel een dingetje. Dus als jij... vanavond hoeft niet. Maar als jij voor eind augustus besluit om mee te gaan met een Groenland expeditie, dan heb je ruim de tijd om je daarop voor te bereiden. Kan je in oktober naar het kennismakingsweekend. Dan zou je eventueel nog in maart mee kunnen met de Heroes of Telemark als een hele goede training. En heb je in mei volgend jaar, of eventueel in september volgend jaar, heb je die expeditie. Dus Black Label expedities, mijn advies is, doe dat een jaar van tevoren. Stap ik nu over eventjes naar die andere twee expedities die ik vanuit Arctic Adventure aanbied. Daar hebben die andere twee bedrijven niets mee te maken. De Red Label en de Blue Label, dus de tocht in Noorwegen en Zweden. Ja, 3 maanden van tevoren. Weet je hoe lang je normaal gesproken een vakantie, een goede vakantie boekt? Het is geen last minute naar Center Parks. Dat gaat hem niet worden. Maar ik zou zeggen 3 maanden van tevoren. Met de kanttekening dat de Heroes of Telemark, die is supersnel volgeboekt. De eerste tocht van volgend jaar zit nu al vol. Ik heb nog een extra tocht volgend jaar. Of die zit bijna vol trouwens, de eerste tocht. Ik heb een extra tocht al ingeboekt voor volgend jaar. Maar ja, daar moet je wel snel bij zijn. De andere tochten, pak hem 4 maanden van tevoren. Ik hoop dat ik daar je vraag mee heb beantwoord en mee. Ilonne, dank voor het delen van je enthousiasme. Nou, dat is geen vraag, maar dat is graag gedaan, Ilonne. Leuk om dit soort dingen te mogen doen. Henk vraagt, wat voor temperatuur? Ja, dat is een goede, Henk. Heb ik het helemaal niet over gehad. Ik heb alleen gezegd dat ik het één dag heel warm had, waardoor we 's nachts zijn gaan lopen. Ik specificeer het eventjes op Groenland. De koudste temperatuur die ik heb meegemaakt op Groenland is min 32 graden. En dat is 's avonds geweest, toen de zon onder was. Momenten dat wij op Groenland zijn, is de zon op vanaf een uur of 3 s'nachts tot een uur of 11 s'avonds. Dus het is heel lang licht. Dan gaat de zon onder, het blijft schemerig. En vanaf 3 uur, 4 uur 's morgens heb je weer zonnewarmte. Ga ervan uit dat als je aan het lopen bent, dat je probeert te lopen terwijl het min 20, min 15 is. En de reden waarom ik dat zeg is omdat als de zon te hoog staat en het echt warm wordt, dan voelt het ook warm aan tijdens het lopen. En dan ga je echt zweten. En dat is niet leuk. Je wil voorkomen dat je gaat zweten. Vandaar dat we ook 1 dag of 2 dagen hebben besloten om 's nachts te lopen en later weer terug naar overdag, omdat het wat minder warm werd. En toen was het overdag echt, ja, ik liep in een t-shirt met een lange mouw, anders zou ik verbranden. Maar ik had het super heet, mijn broek die was helemaal open. Ik had geen lange onderbroek, had ik niet aan. Dus het kan nogal variëren, maar min 32 is het koudst. En daar adviseer ik dus ook de kleding op. Ik hoop dat ik daar je vraag mee beantwoord, Henk. Schat, heb ik door. Arno, wat gebeurt er bij noodsituaties? Dat is een hele goeie, want ik heb zelf een noodsituatie meegemaakt. Vorig jaar heb ik mijn enkel gebroken. En wat er dan gebeurt is, dan wordt er gebeld met de satelliettelefoon. En ik ga je een paar noodsituaties uitleggen. Want er zijn een aantal zaken die kunnen gebeuren. De beste noodsituatie is de situatie waarin een van de expeditieleden de satelliettelefoon kan pakken en het backoffice in Frankrijk kan bellen. De situatie uitleggen met de satelliettelefoon. En dan wordt er vanuit Frankrijk wordt er van alles geïnitieerd om ons op te halen. En dat zal zijn dat we worden opgehaald met een helikopter. Als we dicht bij de kant zitten,
zou het nog met een sneeuwscooter kunnen, maar de reddingsactie die wordt vanuit Frankrijk geïnitieerd. Andere situatie is dat de satelliettelefoon defect is. Dat kan gebeuren. We hebben een EPIRB bij ons. Dat is een emergency beacon, een persoonlijk locatiebaken met daarop een noodknop. Die noodknop kan ingedrukt worden en dan is er een alarmcentrale in Amerika die contact opneemt met het back-office in Frankrijk om af te stemmen of te vragen wat er aan de hand is. En dan gaan zij gezamenlijk een reddingsoperatie in touw zetten. Ik heb een inReach bij me. En die inReach, dat is een zender die om de 3 uur onze locatie doorstuurt. En met de kite-expeditie om het uur. Zodanig dat het back-office in Frankrijk altijd weet wat is de laatst bekende locatie. Dus we kunnen altijd getrackt worden. Dus mocht er niet, mocht er op de noodknop gedrukt worden, dan weten ze, oké, dit is de laatst bekende locatie. De contactprocedure voor de expeditie is dat wij om de dag bellen. Dus iedere 48 uur is er minstens 1 telefoontje. En elke dag moet de expeditieleider, ik in dit geval, een sms terugsturen of een bericht terugsturen naar het basecamp. Met erin een hele korte samenvatting van de dag. Als ik dat een dag oversla, als het de tweede keer weer niet gebeurt, maakt niet uit wat er gebeurt. Als er geen contact is opgenomen vanuit het expeditieteam met het back-office, dan wordt er een search and rescue in gang gezet. Dus er zijn altijd ogen van de buitenwereld die ons nauwlettend in de gaten houden. Dus dat even over een aantal noodscenario's. En die staan ook op papier beschreven. En die worden heel duidelijk overlegd met het kantoor in Frankrijk. En met Dixie Dansecour zelf over hoe dit verder gaat. Dus dat even over de noodsituaties. Duidelijk. Arno, graag gedaan. Eens eventjes kijken. Dank je, Henk, dank. En dan Jasper de Mink. Na 20 dagen een warme douche en tot dan was met sneeuw. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel lekker. dat klopt. Zoals je op de foto's hebt gezien, op de camping is er wel ruimte. Maar er is geen douche. Er zijn geen sanitaire voorzieningen. Hoe je het doet met sanitair. En daar heb ik het eerst even over het douchen en het schoonmaken. Er ligt sneeuw. Dus daar kun je je mee douchen. Sanitair is wel belangrijk. Dus je neemt wel desinfecterend van die handgel mee. Die je tegenwoordig overal kunt kopen. Om als je bent wezen poep of plassen. Ik zeg maar hoe het is. Maar als je naar het toilet bent geweest. Er is geen toilet. Maar als je bent wezen poep of plassen. Dat je handen schoonmaakt. Desinfecteren. Je wil geen infectieziektes in die kleine groep veroorzaken. Dus dat eventjes over de douche. Die is er niet. Maar eventjes lekker schoonmaken met sneeuw. Dat is prima. Het is heel even koud en daarna is het lekker warm. En nog even over de toiletgang. Je hebt een schep bij je. En als je voor de grote boodschap moet gaan, dan graaf je een gat. Daar doe je het in. En je schep hem weer dicht. En daar hebben we een speciale schep voor. De poepschep. Die heeft ook een speciale kleur. Zodanig dat hij niet verward kan raken met andere scheppen. Want de andere scheppen die gebruiken wij om sneeuw te scheppen. Voor het maken van drinkwater. Dus dat is hoe we die zaken gewoon fysiek van elkaar scheiden. Jasper, ik hoop dat ik je vraag heb beantwoord. Zijn er verder nog helder? Ja, helder. Ja, en voor de rest is het altijd wel een leuke ervaring, dit soort dingen. Ook het niet wassen. Maar het idee is ook dat je niet zweet. Ik heb het licht aangestipt, maar je wil niet zweten. Waardoor je ook minder gaat stinken, maar dat is nog het minst grote voordeel. Het grootste voordeel van niet zweten is dat je kleding wordt niet vochtig. Want 's avonds vochtige kleding, dat gaat bevriezen en dat isoleert voor geen meter meer. En dan krijg je het koud. Dus vandaar dat je probeert maximaal te openen. Dat is ook een van de grote redenen waarom wij ervoor gekozen hebben om een keer 's nachts te lopen en niet overdag. Omdat we overdag, we gingen zweten als een otter. En dat is leuk als je 's avonds kunt douchen en schone kleren kunt aantrekken. Maar het gave met expedities is dat idealiter op dag 1, 2, 3 of dag 24, 25 en 26, dat maakt het niet uit. De materiaal moet er hetzelfde uitzien. Je kleding moet er hetzelfde uitzien. Dus alles moet gewoon goed zijn. Gedurende de hele expeditie. En wat dat betreft is het een beetje een militaire exercise. En dat, ik vind het tof.
Ilwa, lijkt me onwijs gaaf, die witte vlakte. Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Het is geen vraag, maar het is zeker zo. Ik geef nog een paar minuten. Zijn er nog vragen van jullie kant uit? Heb je een vraag waarvan je zegt, hoe zit dat met met zo'n expeditie? Zijn er andere zaken die je over Groenland of over een Groenland-expeditie wil weten? Zo niet, dan zou ik zeggen van nou, denk erover na. Het lijkt me super gaaf als je er mee bezig bent. Even kijken, Arne, hoeveel sporen laat je achter? Ja, dat is niet al te veel. Je ziet daar een beetje onder de vraag en antwoorden heel vaak een aantal mensen lopen. Je loopt vaak echt achter elkaar. Omdat het handigste is, je zit in het spoor van de ander. Tuurlijk kan je ook wel naast elkaar lopen, maar na een week ben je echt wel uitgepraat en dan ga je automatisch achter elkaar lopen. Dus je laat eigenlijk maar één spoor achter en na 2 dagen goed waaien is het spoor weg. Of na 2 dagen een beetje waaien is het spoor weg en soms na een kwartier echt goed waaien is het spoor ook weg. Dus dat valt wel mee. Dus je laat niet veel sporen achter. Ja, Econ, nou, dat kan ik alleen maar beamen. Dankjewel. Arno, super bedankt. Dames, heren, dank jullie wel. Graag gedaan. Mocht je vragen hebben, laat het weten. Voor volgend jaar, er is in ieder geval 1 Nederlandse dame die meegaat. En mocht je zelf ook interesse hebben, laat het me weten. Ik sluit eventjes hiermee af. Ook de andere tochten die staan op Arctic Adventure, dus de Red Label en de Blue Label expedities. Maar nu ging het eventjes met name over de Groenland expeditie. Ik zie dat ik precies 1 uur en 1 minuut bezig ben. Dus ik denk dat het een mooie tijd is om af te sluiten. Ik wens jullie een hele fijne avond. Wellicht tot ziens in de sneeuw. En in ieder geval een ontzettend mooie zomer alvast. Tot de volgende keer. En ik zal even afsluiten met een ontzettend leuke video van de Greenland Crossing, als ik die aankrijg. I never made it, but I know what it takes.